Hallo, ik ben Wendy van Wendy's Taarten voor de Love Cake. Ik kreeg wat vragen over swags. En ik vertelde op Facebook dat ik daar een vrij simpele oplossing voor had. En er werd gevraagd of ik daar een filmpje van kon maken. Of tenminste, ik zei, ik maak er wel een filmpje van. Want dat legt een stuk makkelijker uit dan alles uittypen. Je neemt een balletje fondant. En wat de meeste mensen dan doen, is deze uitrollen. Een lapje van maken. Je neemt een aantal prikkers. Die leg je neer, daar leg je dat lapje dan overheen. En dan neem je nog meer prikkers, die leg je er dan weer tussen. Duwt het een beetje naar elkaar, trekt de prikkers weer weg. En dan heb je een swag. Het is een manier, een prima manier ook. Ik vind het zelf alleen een beetje omslachtig. Wat ik makkelijker vind, is gewoon vanuit een balletje te werken. Ik rol er een kegeltje van. En dat rol ik ook aan de andere kant. En zo. Dan heb je een bolletje die aan de buitenkanten puntjes heeft. De basisvorm. Wil je hem rondom een taart gaan doen? Doe het dan van tevoren even opmeten hoe lang ze ongeveer moeten zijn en neem ongeveer die lengte. Hij groeit iets, maar je wil hem ook weer iets rondbuigen. Dus dan komt hij ongeveer op diezelfde maat uit als dat je hem gemaakt hebt. Dus hou daar rekening mee. Druk ze een beetje plat. Ik gebruik daarvoor de palm van mijn hand, want daar zitten het minste rimpeltjes in. En dan ongeveer deze dikte. Dan neem ik een simpelweg een ZT-prikkertje. En ik druk er rimpeltjes in. Drie erboven, een stuk of drie eronder, dat maakt niet zo heel veel uit. En dan pak ik hem op. Neem ik een klein beetje maïzena. En ik werk even op een zwarte ondergrond, zodat je het allemaal wat makkelijker kan zien. Maïzena zorgt ervoor dat hij goed los blijft liggen. En dan kan ik alles naar elkaar toe drukken. Mocht hij hier nu ineens omhoog willen gaan, neem dan gewoon die prikker, druk hem weer even in. Soms is hij eigenwijs. En druk ze een beetje naar elkaar toe. Vorm ik hem een beetje in een glimlach, in een smiley vorm. En dan heb je een swag. Simpeler kan niet, sneller kan niet. En dan neem je bijvoorbeeld een taart. In dit geval pak ik gewoon even een dummy. En dan plak je hem daartegen. Op die manier. Ook leuk te gebruiken bij boetseersels, bij jurken en dergelijke. Maar gewoon voor op een taart ook hartstikke goed. Lekker snel, want laten we eerlijk zijn, taartdecorateurs verdienen niet helemaal wat ze horen te verdienen. Dus soms als je iets een stuk sneller kan doen, is dat alleen maar prettig, want dat scheelt weer een hoop tijd. Ik zou zeggen, maak swags, doe je best, probeer het en ik zie je de volgende keer. Doei doei!